ook de allergrootste publiekstrekker uit de regio, Diergaarde Blijdorp, is de afgelopen maanden compleet dicht geweest. Ik heb zo'n ontmoeting met algemeen directeur Erik Zevenbergen, die super blij is dat in ieder geval de deuren momenteel weer op een klein kiertje open kunnen. Ja, zo ben je de grootste publieksattractie in de regio en de beste evenementenlocatie van Nederland. En op het andere moment is er helemaal niks, dan ben je dicht als dierentuin. En een dierentuin zonder bezoekers, dat is eigenlijk zieloos. Dus het was ook wel erg stil en echt wennen. Wat we afgelopen periode gedaan hebben is eigenlijk tweeledig. In het begin moesten we heel erg nadenken over, oké, en nu zijn we dicht, wat gebeurt er nu? Je moet natuurlijk de maatregelen nemen voor je eigen medewerkers. We hebben teams heel erg afgeschaald. Alleen op de verzorgers die de dieren verzorgen en alles wat er omheen gebeurt in de tuin. En de rest allemaal thuis laten werken. En toen we dat eenmaal gefixt hadden, toen zijn we daarna gaan nadenken al heel snel over. Oké, we gaan een keer weer open. En wat moet er dan daarvoor gebeuren? Want dan heb je een nieuwe situatie. 1,5 meter samenleving heet dat tegenwoordig. En dan moet je maatregelen voor nemen. Nou, daar moet je dan echt goed over nadenken. Protocollen ontwikkelen. Inregelen in je park en dan langzaam stapje voor stapje daaraan gaan wennen. De afgelopen periode hebben we echt geprobeerd de aandacht van onze bezoekers vast te houden. Ik vind dat je in zo'n periode moet je niet bij de pakken neer gaan zitten, maar dan moet je juist ondernemerschap tonen. Dus we hebben gezegd, hoe kunnen we dat nou het beste doen? Door bezoekers thuis van achter een beeldscherm mee te laten kijken hoe dat in de dierentuin gewoon doorgaat, dat leven. Dus we hebben vlogs opgenomen, we zijn bij jonge diertjes langs geweest met die verzorgers. We hebben als het ware bezoekers meegenomen in een dagje dierverzorging. Dus wat die verzorgers meemaken, dat hebben we eigenlijk doorgegeven naar de mensen thuis. We hebben gezien dat die zorgverleners ontzettend hard werkten, maar eigenlijk ook eindelijk de waardering kregen die ze al heel lang verdienden. En wij dachten, ja, wij moeten daar iets mee doen. Wij hebben zelf ook verzorgers. We zien hoeveel passie en liefde en bevlogenheid daarin gaat zitten. Dus wij moeten deze helden van de zorg ook eren. En dus hebben we gezegd, als je een kaartje voor het Blijdorp koopt, dan doneren wij er een aan de zorginstelling. We hebben daar kwetsbare kinderen ook bij betrokken. Dat vonden we ook heel mooi om te doen. En ik denk dat het een ontzettend mooi gebaar is geweest. Het werd ook heel goed ontvangen. Maar het was ook heel leuk om te doen. De toekomst gaat er echt wel anders uitzien. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar naar de dierentuin komen om zonder kaartje naar binnen te kunnen. Je moet van tevoren een reservering maken. Je moet ook een tijdslot boeken. Dat geeft ons de kans om die bezoekersstroom heel geleidelijk de dierentuin in te kunnen brengen. En dat is één aspect wat echt anders is dan voorheen. En zo zullen er nog echt wel andere dingen anders blijven ook, denk ik. Erik, ik wil je hartelijk bedanken voor de ontvangst. Leuk om na een behoorlijk aantal maanden ook weer gewoon live in de dierentuin aanwezig te zijn. Met die prachtige kleuren en vissen. Ik heb nog een kleinigheidje voor je meegenomen. Ah, dat is leuk. Kijk, dat overhandig ik jou graag op veilige afstand. Precies. Er zit een borrelbox in met cocktails, ook van onze partner Van der Linden. Heel erg bedankt. Leuk jullie er waren en de groetjes aan iedereen. Doe ik zeker. Okay. Tot snel. Tot sneller.